Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van FC Emmen TV. Met vandaag een terugblik op de wedstrijd tegen Sparta. Stellen we de nieuwe trainers aan u voor, Marcel Keizer en René Grummel. En is er ook een nieuwe speler, Sandrino Michidjan. FC Emmen behaalde een uitstekende 2-1 overwinning op naaste concurrent Sparta. En door deze overwinning houdt Emmen nog een klein kansje op winst in de derde periode. En na twee nederlagen was deze overwinning ook wel even nodig. Absoluut. Gelukkig hebben we gewonnen. En we hadden natuurlijk twee verliespartijen achter elkaar, wat elke wedstrijd op zich stond. Den Bosch was gewoon veel scherper en agressiever als ons. NEC met een beetje meer raffinariteit, hoe noem je dat? Hadden we die wedstrijd misschien wel naar ons toe kunnen trekken of een minimale gelijkspel kunnen pakken. NEC is een grote ploeg, heeft maar twee verloren. Dan is het wel zaak, omdat het dan gevoelig wordt op die plekken, dat je de directe concurrentie, dat je daar de punten van afsnoept. En die opdracht hebben we heel goed gedaan. Ja, heerlijk. Na drie wedstrijden niet gescoord hebben ze wel even lekker weer kozen mee te pikken. En natuurlijk de 2-1, hartstikke belangrijk. Ja, een hele belangrijke treffer ook nog. Maar gaat dat dan aan je knagen als je drie wedstrijden achter elkaar niet scoort? Poeh, wat is dat veel zeg. Ja, hoort eigenlijk niet, maar stiekem van binnen wel een beetje natuurlijk. Ja, want heb jij een getal in je hoofd dat je aan het einde van het seizoen wil halen? Nee. Heb jij wel? Ja, nou. Ja. Maar je wil hem niet vertellen? Nee, ik hou het voor mezelf. Ja, we kwamen uit een stilstandssituatie, kwam goal tegen. Ja, de bal viel net gelukkig voor de tegenstander, dus hij kon hem makkelijk intikken. Maar we hebben ons goed teruggepakt, in duels ingegaan, hoe we altijd spelen. En probeerde vrije man vrij te spelen. En er waren vaak de backs vandaag, omdat we met een ruit spelen op middenveld. Dus ja, zodoende kregen we de overmacht op het veld en kregen we de kansen. Ja, en jij bent twee keer bij een doelpunt betrokken. Eerst die eerste van Bergkamp. Een voorzet zo'n beetje halverwege je eigen, of de helft van Sparta. En hij knikt hem fantastisch binnen. Hè? Ja, absoluut. Ja, dat was echt een Premier League doelpunt, denk ik het wel. Ja, het was vanaf 16 meter zo'n beetje dat hij hem erin kocht. Ja, absoluut. Ja. Ah, ik spreek vaak met Bergkamp af dat we ook op trainingen dat ik vroeger voorzet in huis heb. En die maken we vaak gebruik van. En vandaag wordt hij ermee beloond. Bergkamp zag heel goed de keeper voor zijn goal staan. En die kopte vanaf de 16 meter onberispelijk over de keeper en onder de lat. En was het 1-1. En als hij dan vlak voor tijd inderdaad van Boksel met rood eraf gaat, dan hebben we in de rust gezegd, uitroken weer. Dan hebben we vaker met het bijltje moeten hakken. En het is zaak om dan de goal te maken. Want en de hele wedstrijdbeeld van de tweede helft verdedigend gezien hebben we niet zoveel te duchten gehad. Alhoewel een vrije bal van afstand heel opportun er werd ingepompt. Dan kan het zomaar fout gaan. Maar voetballend hadden we helemaal geen centje pijn. En dan doe je dan wel weer goed. En de druk werd groter. En ik vond gewoon dat we heel slordig omgingen met de mogelijkheden die we kregen. We maakten de verkeerde keuzes in mijn ogen. Geforceerd afwerken. Ja, en uiteindelijk mag dan Cas Peters, waarvan je denkt, nou, de laatste twee wedstrijden zijn niet zijn wedstrijden. Alhoewel hij ook mens is en geen robot. Je kan niet altijd even goed spelen. Ik heb hem ooit eens een keer afgehaald, omdat ik dacht, nou, er wordt niks meer. Daar heb ik spijt van gehad en ik doe het niet weer. En dat heeft vandaag toch wel wat opgeleverd. We kozen wel om voor een punt op den duur. Ik zag ze helemaal compact inzakken. Ja, is ook een recht om dat te doen. Maar ja, we probeerden telkens kansen te creëren. We kregen kansen en we maakten ze niet. Maar gelukkig viel de 2-1. En ik zag Bergkamp, hun dekte allemaal door. En ik zag Bergkamp 1-1. En een goede loopactie van Cas binnendoor. En mooi neergelegd van Bergkamp en Tjaka. Nee, ja, hij legde hem geweldig klaar. En ja, ik kon maar in binnen zitten. Moet jij hem niet meenemen als je straks naar een andere club toe gaat? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dus elk gesprek wat ik heb, dan ja, bied ik hem wel even aan. En hoe wat erop gereageerd? Wat kost het? Ja, dan moet ze maar betalen. Even los daarvan, hè? Een belangrijke overwinning tegen een directe concurrent. En na twee nederlagen, dit had de ploeg wel even nodig. Ja, na die rode kaart ook. We waren gewoon sterker de hele tweede helft. En hij viel maar niet. En uiteindelijk valt hij dan. Hadden we misschien nog kunnen uitbreiden. Maar goede overwinning. Ik ga toch in eerste instantie aan de korte termijn nog even denken. Die kansje... proberen we toch te pakken. En dat is winnen tegen Volendam en afwachten wat onze concurrenten doen. Want winnen die niet, kan je zomaar per ongeluk de periode titel pakken en dan ben je er sneller. Mocht dat niet gebeuren,
dan hoop ik wel dat we winnen. Maar dan zitten we nog op koers bij de subtop. Ja, dat is wel lekker. Hè? Je gaat eigenlijk zonder druk dan die wedstrijd in. Tussen haakjes. Dat kan toch zomaar feest zijn volgende week. Ja, ik heb het ooit één keer moeten ondergaan als ex-speler. 4 ploegen moesten verliezen. 5 moesten er gelijk spelen. En wij moesten uit bij NAC winnen. En dat was bijna onmogelijk met Van Hooijdonk in de spits. Het wordt 0-1 en de rest gaat ook goed. En we pakken de periode. En we hebben alle wedstrijden in de play-off gewonnen. Ik heb nu al zin in een avondje stappen op het dijk. Ik ook. Dat hele grote plein moet hier vol zitten. Goed, zo gaan we door. Oké. Okay. FC Emmen presenteerde zaterdagochtend de nieuwe hoofdtrainer. Marcel Keizer volgt in juli Joop Gal op. Keizer speelde van 2000 tot en met 2002 44 officiële wedstrijden voor FC Emmen. Was onder meer trainer van Telstar en is dit seizoen technisch manager bij Cambuur. En heeft zin aan een nieuw avontuur in Zuidoost-Drenthe. Ja, voelt prima. Dus ik blijf er wel bij. Ik heb nu nog een taak in Leeuwarden. Dat gaat ook goed komen. En dan, mooi om al richting volgend jaar te kijken bij Emmen. Je hebt een contract getekend voor een jaar, hè? Ja, klopt. Bewust? Ja, van beide kanten. Ik denk dat er niks mis mee is. Laten we gewoon kijken hoe het gaat. Ik ga er eigenlijk vanuit dat het wel een langduriger wordt. Maar dat weet je nooit in het voetbal. Dus dit is prima. En ook de assistenttrainer is een oude bekende. René Grummel. Grummel speelde 276 wedstrijden voor Emmen en keert nu weer terug als een van de twee assistenten van Keizer. En dat is een felicitatie waard. Ja, dankjewel. Ik heb er zin in. Het is... Ik ben de club natuurlijk niet uit het oog verloren en ik woon natuurlijk ook nog vlakbij en ik heb die Emmen, dat Emmen zit nog altijd bij mij. Dus, maar in deze functie is het inderdaad een soort van welkom terug. Ja. Was je verrast dat de club bij je kwam? Nou, het is eigenlijk zo dat sinds ik weg ben elk jaar, dan zijn er wel wat contacten van nou, heb je zin om wat te gaan doen. En het was eigenlijk tot nog toe altijd moeilijk in te vullen. En via Wim en Ronald, de contact is het eigenlijk zo dat het zich zo ontwikkelde dat we zeiden van nou, we proberen er dit keer eens een invulling aan te geven. En daar zijn we uitgekomen, dus dat is mooi. De benoeming van Keizer en Grummel was een goed bewaard geheim. In de pers circuleerden verschillende andere namen rond. En dat in de voetballerij een naam niet uitlekt, is een zeldzaamheid. Ja, dat lukt in voetballerij niet altijd, maar is een keer gelukt. En is altijd wel leuk. Daar ben ik een beetje trots op. Was dat moeilijk? Op zich niet. Als je maar met de juiste mensen aan tafel zit en goede aanspraken maakt, dan is dat niet moeilijk. Wanneer heb je voor het eerst met Marcel gesproken? Dat is nu 2 weken geleden, denk ik. 2,5 weken geleden. En waarom Marcel Keizer? Ja, wij zien in Marcel een trainer die alle facetten gebruikt om een elftal en spelers beter te maken. En dat vinden wij bij onze Jubilee League club FCM goed passen. Is dan ook nog een pre dat hij ooit een verleden bij Emmen heeft gehad? Nou, hij is mooi meegenomen. Maar als je naar kwaliteit kijkt, heeft dat niet de doorslag gegeven? De kwaliteit geeft de doorslag. Keizer en Grummel hebben niet samen bij FCM gespeeld, maar wel vaak tegen elkaar gevoetbald en dus kennen ze elkaar goed. Ja, Marcel en ik speelden heel vaak ook tegenover elkaar in dezelfde positie. Ook technische voetballen, veel diepgang, technisch goed. Wilde ook altijd graag voetballen. Had iets meer diepgang dan dat ik dat had als speler, maar voor de rest denk ik dat we wel vergelijkbaar waren. En zijn jullie als trainers ook misschien een beetje vergelijkbaar of is dat nog lastig om aan te geven? Ja, dat is heel moeilijk om aan te geven. Ik heb misschien een andere kijk op bepaalde dingen dan dat hij dat heeft. Maar ik denk dat het in trainerswereld ook absoluut niet verkeerd is. Je moet elkaar ook af en toe kunnen zeggen hoe jij erover denkt en dan samen daar een weg in kiezen. Maar dat zal moeten blijken. Maar goed, ik ben niet bang voor de samenwerking. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Ja, René wordt één van de twee assistenten. En hij is altijd goed om iemand die ook nog kijk op voetbal heeft, hier zelf gevoetbald heeft. En past uitermate goed, denk ik, in de technische staf volgend jaar. Nou, de duels waren wel fair, echt. We hadden twee spelers die niet overdreven slidings of tackles namen. Maar René heeft goed loopvermogen, technische speler.
zag het spel. En daar hoop ik ook nu gebruik van te maken. Dat hij ziet het spel. Dus nou ja, het is erg leuk. De voetballer Marcel Keizer kennen de supporters in Emmen nog wel. Maar wat is Keizer voor een trainer? Ik ben wel een gestructureerde, ambitieuze trainer. Over het technische verhaal wil ik niet al te veel kwijt eigenlijk. Want ik vind het belangrijk dat er gewoon nu nog gevoetbald wordt. En de technische staf moet werk kunnen doen. Dus daar wil ik het eigenlijk wel laten. Maar dat de ambitie er vanaf spat, dat is wel een ding wat zeker is. Ga je nog in contact met Joop Gal? Ja, dat zal wellicht nog gebeuren. Maar ik is nu even rustig en ik ga naar de wedstrijd in Volendam. En van daaruit gaan we verder kijken. Er komt nog één trainer bij. Beide trainers gaan wel in combifunctie. Ik noem het een beetje hoofdtaak, eerst selectie, bijtaak, eventueel een jeugdhelftal of andere activiteiten. Ja, maar daar moet de komende tijd, belofte werd net in de persconferentie ook even genoemd, daar moet binnenkort de knoop over worden doorgehakt. Ja, we gaan nu achter de schermen werken om volgend seizoen neer te zetten. Maar het allerbelangrijkste is dat we onze meeste tijd besteden aan het huidige seizoen. Want daarin staan we er goed voor en willen we er alles aan doen om een maximaal resultaat dit jaar te halen. Lekker weekend, hè? Ja, het is 3 punten gisteravond. Nieuwe trainer bekendmaken. Twee jongens uit de Zees bij onder 14 bij Oranje. Dus nee, heel tevreden. En als alle contracten zijn ondertekend, zit het officiële gedeelte erop. Beide trainers beginnen op 1 juli bij FC Emmen. Ja, ik heb er zin in. Nu de kogel door de kerk is, zeg maar, denk ik ook van, nou, laten we dan ook maar starten. En nou, dus op naar 1 juli. Een nieuw gezicht deze week bij FC Emmen op de training. Sendrino Misidjan versterkt de selectie. En dat heeft mede te maken met de blessure van Gabi Jallo. Het was een overlapping van de blessure van Gabi Jallo. Die wat ernstiger bleek te zijn dan wij hadden gehoopt. En het belletje dat Sendrino Misidjan weer terug in Nederland is. En dat is ook een linksback. Een linksback is vrij schaars in Nederland. Ook die een beetje ervaring hebben. Dus ik heb er gelijk op ingespeeld van, weet je wat, kom maar naar ons toe alvast en leer de groep wat kennen. En we gaan wel eens kijken hoe een koe een haas vangt. En die koe heeft die haas gevangen en hij kan bij ons selectielid zijn. Je kent hem nog van vroeger, hè? Nou, ik ken hem. Ik heb nog nooit met hem gewerkt. Maar in mijn andere tijd dat ik trainer-coach van andere clubs was, heb ik hem altijd in de gaten gehouden. Waaronder ook Gabi Jallo. Want op Jubilee niveau daarin je linksback krijgen is hartstikke moeilijk. Dus ik hou de contacten altijd wel warm. Stel voor dat. Ja, dat is vooruitzien. En uiteindelijk zijn we hem nu ook nog eens een keer nodig. Omdat het onverhoopt ook nog dat Gabi Jallo gewoon langdurig geblesseerd is geraakt. Geopereerd moet worden. En kunnen we gelijk anticiperen. Ja, dat is wel aardig. En nu ga ik kijken wat Bulgarije met hem heeft gedaan. Et cetera. Hij heeft geen wedstrijdritme. Wedstrijdconditie is ook weer wat anders. Maar hij is wel sterk. Hij is afgetraind. Maar individuele trainingen en groepstrainingen is een wezenlijk verschil. En Misidjan moest zich razendsnel aanpassen. Want vrijdag stond hij in de basis tegen Sparta Rotterdam. Maar voordeel van de verdediger is dat hij een aantal spelers bij Emmen kent. Ik ben heel goed opgevangen. Ik ken natuurlijk wat jongens van hier. En ja, Cas Peters heb ik samen meegespeeld. Boydell ken ik dan ook nog. En ook nog van het Surinaams elftal. Leandro ken ik. En zo ken ik nog wel wat jongens. Ja, dan kom je hier en dan mag je ook direct de eerste wedstrijd in de basis beginnen. Was dat lastig voor je? Want wanneer heb je je laatste wedstrijd gespeeld? Nee, mijn laatste wedstrijd dateert al van een paar maanden geleden. Maar ja... Het was zwaar, weet je, begin zeker. En ja, daarna kwam ik wel erin. Het eerste kwartier was met name even wennen, het was onwennig. En dan ja, pakte ik het wel weer op. Ja, en dan ga je na 66 minuten eruit. Zat je er helemaal door? Nou ja, ik kreeg op een gegeven moment een steek en ik liep een beetje gek te bewegen, gek te rekken en alles. Maar die kwam er niet meer uit. Ik dacht van, het is tijd, weet je wel. Het moet niet zo zijn dat ik ons team ga duperen, omdat ik dan te moe ben of zo. Dus vandaar. Ik heb hem ook gezegd, kan je het niet meer bolwerken en je moet... Je kan niet meer voluit, dan moet je voor een wissel gaan. De eerste kwartier was wat stroef, maar het hele team was wat stroef. Ik vond hem daarin wat laconieke escapades doen. Ik denk, hey, wacht even, dat moet ik niet hebben. Maar hij heeft natuurlijk vanaf begin december geen wedstrijd meer gespeeld. Dus het ritme moet erin komen. Kan je ook niet in één wedstrijd. Maar hij kwam er wel beter in. En dat heeft hij met verve gedaan, na dat kwartiertje.
kapot na 60 minuten. Oké. Ik ben niet een mooie Nederlandse voetballende verdediger. Ik ben gewoon een killer. Ik kan gewoon van mijn man uitschakelen. Bal inleveren, opkomen waar ik kan opkomen. Daarin heb ik af en toe nog wel eens een leuke skill die ik eruit kan gooien. Maar voornamelijk is het nu om eerst topfit te gaan worden. Dan kunnen mensen van me gaan genieten. Ja, want de trainer zei gisteren tegen mij van ik heb hem wel op het hart gedrukt. Niet te gek doen in het begin. Rustig aan beginnen. Daar had hij wel gelijk in, hè? Ja, zeker. Nee, maar daarom, ik probeerde het eigenlijk eerst makkelijk op te lossen door simpel te spelen. Het was in het begin onwennig. Maar later begon ik mijn draai te vinden. Ik moet wel naar mijn medespelers ook aan mij. Dus dan kunnen we wel eind gaan komen. Ja, en dan volgende week 76 minuten. Nou ja, ik hoop in ieder geval die 90 talen. Ik ga deze week in ieder geval, ik heb de trainer ook al op aangesproken om mij toch eventueel wat extra looptraining te gaan geven. Zodat ik toch even die laatste meters en dingen die ik mis, dat ik dat gewoon even bij kan gaan trainen. Dan maar even nekje eraf, maar het is voor een betere, hogere doel. En door het vele nieuws vandaag geen latje trap, maar volgende week maandag 2 maart zijn we weer terug. En dan wel weer een nieuwe aflevering. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.